Hallo. Oh, ik ben de meester. En welkom terug bij Minecraft Hexit. Ik vlieg niet, want ik zit gewoon lekker met mijn hoekschot in de lucht. Goed. Ik heb doorgewerkt zoals je ziet deze hamer. Kijk. Die kan 9 blokken tegelijk breken, zoals je nu in het hoekje kan zien. Een netherportal. Ik ben er nog niet in geweest, maar ik heb hem al wel gemaakt. Dit ding is gemaakt van obsidian. Ik kan laten zien dat veel blokken mee, maar niet. Dit is de oven. Kijk, er zit nog wat obsidian in. Nou. Boom. Ik ben vandaag iets van plan. We gaan de. Ja. We gaan terug naar onze grote vriend. De Naga. Kijken of we hem nu wel een klap voor zijn bakkes kunnen geven. Dus ja, dat dus. Nether ben ik nog niet in geweest, dus ik ben op zich best benieuwd wat daar is, maar ik heb nooit zo'n goede herinnering aan Nether. Dus vandaar. Hey ho. Let's go. Oehoe, spannend. Oh! Hoorde je dat ook? Ik kwam gewoon door het portaal heen en toen kwam die man. Gelukkig heeft hij mijn. Wat is dit nou? Is dat mijn hoekschot, joh? Gelukkig heeft hij mijn portaal niet opgeblazen. Dat heb ik hier op de map staan, toch? Dat is gewoon bij huis. Waar was die Naga? Ook alweer. Dus op de kaart kijken. Dit was Questing Ram hier. Dat is deze kant op. Oh. Leuk om hier te zijn. In de twilight. Maar. Nou, ik heb er ook geen goede herinnering aan. Nu zijn we wel wat meer bepakt, zeg maar. We hebben de Walker King verslagen en zo. Oh, een konijntje. Een konijntje. Een konijntjes. Het bos der rare kleuren. Een mooie boom. Hier de questing ram, volgens mij. Kijk hem eens staan. Questing ram. Die is tenminste lief. Hé, jij bent tenminste lief. De grootvader van alle schapen. Nee. Die Naga die vind ik niet zo lief. Ja, hij moet een keer dood. Hé! Hey. Kobold! Raar geluid. Ja. Ik vind koboldjes altijd raar. En we krijgen een geluid. Kijk, dat schaap daar is bovenop die mushroom staan. Die denkt, haha, probeer mij maar eens te pakken. Wat is dat? Een raaf. Zien jullie wat ik zie? Hij weet dat wij er zijn. Grote vriend. We zijn weer bij jou teruggekomen. Hij lijkt best wel, hè, als ik bij die Naga ben. Viesert. Vies beest. Jeetje, wat een sterk beest. Ja, ja. Hey. Ja.
Raaf, help me. Hé! Hey. Hoi. Vind ik niet bepaald lief. Jij bent niet lief. Jij bent de makkelijkste baas. Nou, nu vind ik dat ik jou wel aan moet kunnen. Ik zag een skelet volgens mij net. Zag je dat? Ze staart vlogen vandoor. Kom maar. Met je gesis. Ik wou serieus even naar boven gaan om een beetje bij te komen. ...79 gezondheid heeft hij nog. Hoppatee. Olé. Oké, nu wil ik wel even naar boven om bij te komen. Gewoon eventjes. Moet wel oppassen, want zijn levens gaan natuurlijk weer bij. Die van mij ook. Hier, kijk, daar gaat hij hoor. Dat is nou het handige aan die longshot, hé. Oké, hij krijgt heel snel één leven erbij. Dan gaat hij weer chargen. Nu ga ik ook chargen. Komt u maar. Vies smerig rotbeest. Hij charged ook, hè, die bastard. Kijk, als hij charged, dan is het een bastard. Dan, ai. Kon hij me nou zo raken, potverdorie. Kom maar, kom maar. Geef die jongen. Kon hij me nou raken? Dat is niet leuk. Heb ik niks in mijn rugtas zitten. Waar ik iets mee kan. Helingstaf TNT. Je mag je hebben. Smeerlap. Nee, verder niks, hè. Ik heb niks bijzonders waar ik hem grote klap voor zijn bakkers mee kan geven. Kijk, als we nou gewoon een beetje rustig aan doen, we hebben het meeste van zijn levens eraf gehaald. Als je nou klaar is met chargen, dan gaan we. Oké, hij heeft gecharged. Ja, dat vind ik echt stom als hij dit doet, hè. Computer. Ik dacht echt dat het niet meer zou gebeuren, dit. The lag is killing me. Deze muziek trouwens ook veel te hard. Dude! Ik moet gewoon potions hebben, joh. Want ik weet niet wat er met me mis is. Dus we zullen die Diamond Giant Sword proberen. Ik word hier zo boos van. Ik kan hier zo boos van worden. Nee, niet die weg. Ik kan me niet zien. Vies beest. Tja, en mijn broek is weg. Nee.
Laat me een crafting table neerzetten. Please. Vies rotbeest, serieus. Ik heb een hekel aan dit ding. En het beweegt zo ongelooflijk snel. Daar kan mijn muis niet bij houden. Daar kan ik niet eens bij houden. Ik ben zo... Oh my god. Je kan niks neerzetten in die hookshot stand. Dat haat ik. Kom maar. Oh shitje. Firefly, dirt, geisel. Megastone. Yeah. Waarom? Ik vind dat je gewoon wat neer mag zetten. Gelukkig ga je dan wel een beetje met die longshot. Ik zeg steeds hookshot. Hoe gezond dat heeft hij? Kom op, regenereer sneller. Ik... Olé. Ik vind de bazen van de Twilight vind ik zo verschrikkelijk irritant. En vooral de Naga eigenlijk. Waarom de Naga? Ik beweeg super snel en mijn computer is niet de snelste. Dat weten jullie wel. Auw. Ik heb hem. Naga Hunter. Oh, prestatie. Naga Trophy. Oh, ho, ho, ho. Eindelijk. Oh. Slechte herinnering aan het toilet. Maar die Naga die hebben we in ieder geval in de pocket. Jeetje. Heb ik een broekje aan, heb ik alles weer aan. Ja hoor. Oh. Hey. 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 Moest ik nou weer Q te drukken? Wat een idioot ben ik. Nou, hè hè. Jeetje. We hebben hem. Ik heb die meteorietbel in mijn hand. Meteoriet, dat geeft een soort... Ja, magnetisme. En dan komen alle blokken naar toe. Ik ga wel even laten zien wat die hamer doet. Die hamer... Die hakt zeg maar 9 blokken tegelijk weg. Hier, let op. Grappig. Die heb ik dus zelf gemaakt met Tinker's Construct. Tinker's Construct is gewoon baas. Wij mogen hier weg. Dat ga ik ook zeker doen. Oh, ho, ho, ho. De Naga. Daar zijn we niet al half vanaf. De hele toestand geweest met die stomme Naga. Maar hoho, wat ben ik blij dat we hem hebben verslagen. Jeetje. Op zich vond ik de Naga nog moeilijker dan de piratenkapitein. Hoi. Hey. Waarom? Omdat de Naga zo verschrikkelijk... Omdat de Naga zo verschrikkelijk snel beweegt. Daar heb ik een hekel aan.
Ja, ik kan dat niet zo snel. Ik kan niet zo snel. Hup. Dat kan ik niet. Vandaar. Maar in ieder geval, we hebben hem. Het schijnt de makkelijkste baas uit de Twilight te zijn. Oh jeetje. En ik vond hem al moeilijk. Ik dacht serieus dat het deze episode ook niet ging lukken. Dat ik echt helingdrankjes moest hebben. Raar bos, hè. Verandert gewoon van kleur. Ik wil hier ook nog eens een keer een huisje bouwen. Gewoon dat we een hele tijd in de Twilight zitten. Om wat baas te verslaan en wat dungeons en zo. Lijkt me ook spannend. Nou, let's go home. And we are back. Sorry. Hey. Nou, het doel van deze aflevering is ook geslaagd. God, ik ben helemaal buiten mijn woorden, zeg. Hem hebben we. In de pocket. Aanpak jij. Vieze rotnaga. Vieze slang. Ugh. We hebben ook Naga Scale. Daar kan je waarschijnlijk iets cools mee. Kunnen we ook nog even kijken. Nou. Fantastisch. Ik ga... Waar zal ik hem hangen? Ik ga hem hier hangen. Oh. Daar is hij hoor. Nou, aanpakken. Oh. Kijk, je kan hem niet op je hoofd zetten. Want Davy vroeg dat. Je kan hem niet op je hoofd zetten. Kijk. Nou. Die kop, die zit nu in ons huis. En die hebben we lekker verslagen, die bastard. Goed. Even kijken naar... Naga. Naga skill tunic. Spawn Naga. Nee. Naga Stone, Naga Spawner, Naga Trophy. We kunnen dus een chestplate en een broek mee maken. Nou, chestplate vind ik op zich wel prettig. Maar ja, ik heb er 6. Dat is gewoon, ja. Dan heb ik nog meer Naga skills nodig. Ik kan niks maken. Nou, laten we die Naga skills gewoon lekker in onze rugtas doen. Maar waar ik wel even benieuwd naar ben, is dit. Naga Stone. Als ik dat nou echt zo doe. Wat grappig dit. Nee. Mooi steen. Maar dan hoort zijn hoofd hier toch ook uit te komen. Nou, doe maar. Grappig. Ja, pak aan jij. Haha, ik ben blij, ik ben zo blij. Wat ik jullie wel even kunnen laten zien. God, wat lek joh, die stomme regen. Is het nacht, dan kan ik slapen. Ik heb wat met Tinker's Construct, zeg maar. Ik kan obsidian ingots maken en zo. En dit ding is ook gemaakt van obsidian. Ik heb wat diamanten redstone en lapis opgezet. Om te zorgen dat het wat sterker is. Wie doet dat? Zeg joh. Kijk. Hup. En dan heb je een obsidian ingots. En dan kan je hier kijken hoeveel obsidian nog. 4. Dus ik kan nog 4 ingots maken. Met ingots kan je geen normaal zwaard maken. Dan moet je echt vol met tinkers doen. Maar ik vind tinkers heel interessant om mee te werken. Het duurde best een tijd voordat het hele overklaar is. Dus ik ben blij dat ik dat jullie heb bespaard.
Want dat had wel 3 episodes kunnen duren, serieus. Dus wees maar blij dat ik voor jullie heb bespaard. Oh, wat een mooie muziek. Rugtas. Obsidian ingots. Een helingstaf, wat moet ik ermee? Laten we eens even wat emeralds maken, dat doe je zo. Rechterklik, laten we die dan ook even pakken. Kunnen we verder niks? Nee. Dan moeten we de emerald piece. Oh, dat kunnen we ook niet. Ja, wat jammer. Daar maak je dan even later emeralds van. Nou, beste mensen. Ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Ik vond hem zeker leuk en spannend. We hebben deze bastard verslagen. De Naga. Ja, dan kan je hem eens bekijken, hè, hoe die er nou eigenlijk echt uitzag. Hier. Ja, cool. Gewoon een gigantische slang. Ja. Nou, beste mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op Sweatmans, Dynamans en op Davy Lenders als je nog niet geabonneerd was. Zie ik jou dolgraag de volgende keer weer terug. Doei!